één ding in dat fietsvaddenmeken zou ik wel willen aanhalen. Dat is dat voor mij daar de veiligheid van de fietser ten alle tijde moet blijven. Goed, dat primeren. Hangt samen met breedte natuurlijk. Hè? Dat hangt niet alleen samen met breedte. Ik wil u een voorbeeld geven. Dat is volledig ambtelijk ontwikkeld. Ik heb de minister daar ook al een aantal keer over aangesproken. Een lichtplan. Hè. Men heeft gezegd van kijk, fietspaden die verder dan 10 kilometer van een stedelijke kern zitten, die mogen niet meer verlicht worden. Ik vind dat dus een jammere zaak. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het ermee eens dat we inderdaad verlichting een stuk moeten beperken. Maar in deze tijd is het perfect mogelijk om een fietspad te verlichten vanaf het moment dat een fietser passeert en het terug laten uit te doven. Maar fietspaden zomaar onverlicht laten, wel, ik denk niet. Uit het fiets-DNA-beraad, daar kwam onder andere dat 4 op de 10 ouders het te onveilig vinden om hun kinderen naar school te laten fietsen. Stuur uw dochter van 14 of 15 inderdaad in december maar eens om 5 uur over een fietspad dat totaal onverlicht is. Dat wil je als ouder natuurlijk niet. Dus op dat vlak denk ik wel dat we bijsturing moeten doen. En het vaddenmeken ook voor dit bijsturen? Ja, veiligheid moet daar prioriteren van. Ja.